We gaan twee gedeelten lezen. Het eerste gedeelte vindt u in het Oude Testament, in Genesis 4, en we lezen de eerste 11 versen. Het tweede stukje vindt u in Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 4. Eerst uit het eerste Bijbelboek, Genesis, het begin. Hoofdstuk 4. Waar de Heilige Geest heeft opgeschreven door de hand van Mozes. En Adam bekende Eva, zijn huisvrouw, en ze werd zwanger en baarde Kaïn en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Abel, en Abel werd een schaapherder en Kaïn een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht van het land de Heere offer bracht. En Abel, die bracht ook van de eerstgeborene zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken? En waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet indien gij wel doet verhoging? En zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Abel en het geschiedde als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Abel opstond en hij sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn, waar is Abel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat heb gij gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Tot zover. We gaan naar Hebreeën. Hebreeën 11. We lezen de eerste vier versen. En het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Hebreeën 11 vers 4a is het uitgangspunt van de tekst van vanmorgen. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande goden geofferd dan Kaïn. Huip en Willemijn, wat gebeurt er eigenlijk vanmorgen? Gemeente, jongens en meisjes, waarom zijn we vanmorgen in de kerk hier bij elkaar met de doophouders en met kleine Abel? Doen we dat uit een soort traditie of doen we dat uit een soort gehoorzaamheid? Of dat onze vader en moeder het ons ook hebben gedaan en dat we dat in de familie zo gewend waren om te dopen? En als dat dan zo is, wat gebeurt er dan eigenlijk vanmorgen in de doop? Nou, daar zullen we straks nog iets meer over horen. Maar ik zag net dat kind Abel in de handen van zijn moeder liggen. Maar Abel is eigenlijk helemaal niet van Huip en Willemijn. Kinderen zijn helemaal niet van ons. Wij hebben ze een klein poosje gekregen om ervoor te zorgen. Koolbrugge zegt ergens, God zelf kan niet allemaal tegelijk overal zijn en heeft daarom ouders gegeven om voor zijn kinderen te zorgen.
En vanmorgen heeft Abel een teken gekregen en een zegel dat hij eigenlijk niet van ons is. En dat wij het ook niet van ons als ouders verwachten. Dat er van ons niets te verwachten is, maar dat wij het verwachten van die God die het teken en het zegel aan Abel zijn hoofd heeft bevestigd. Hé, Huib. Je hebt best nog wel wat te doen, hè? Eerst ben je al getrouwd. Eerst heb je belijdenis gedaan en getrouwd. En nou heb je je jawoord gegeven. Je bent al priester in je gezin. Maar als Abel nou straks wat groter mag worden, dan ben jij de eerste die hem moet duidelijk maken wat er vanmorgen gebeurd is. Ik denk, Huib, dat jij dan ook samen met mij heel veel onderwijs nodig hebt uit de hemel om dat aan kleine Abel te kunnen geven. Want als papa het niet begrijpt en mama begrijpt het niet, hoe zouden we het dan aan onze kinderen kunnen duidelijk maken? Ik wens jullie daarom van harte toe, God zegen. Laat maar even huilen, Huib, jongen. Probeer er doorheen te luisteren. En daarom ook, gemeente, dit is een kind van morgen. Dat hoort bij onze gemeente, bij Gods gemeente. En ik hoop dat u allemaal gebed hebt voor kleine Abel. En als hij straks wat groter is en hij wordt ondeugend, net zoals u en jullie, dat je niet gaat roddelen of gaat kletsen over Abel, maar dat je beseft dat het een kind is van de gemeente en dat je voor dit kind bidt en het goede voor dit kind zoekt. Dat is de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Daarom wordt Abel ook gedoopt. Hij hoort erbij. En daarom heeft Abel veel vaders en moeders vanmorgen die voor Abel zullen bidden. Doet u dat, gemeente? Bidt u voor onze jonge mensen? Voor de catechisanten? Voor degenen die ons verlaten hebben? Degenen die afstand van ons hebben genomen? Heb u zoveel liefde en zoveel kracht uit het verbond dat u hoop en verwachting hebt dat de God van het verbond mensen aanraakt? Mensen vernieuwd van binnen? Ik wens u van harte toe dat u alle zo de kinderen van de gemeente opdraagt aan de Heere. Willemijn, veel wijsheid. Een afhankelijk leven. Om je kind voor te mogen leven. Met praten alleen, Willemijn en Huib, redden we het niet. Laat onze wandel ons doen en laten in overeenstemming zijn hetgeen wij leren. Dan kan het niet anders. Of het woord God zal vruchten dragen in Christus Jezus, onze Heer. Huib en Willemijn, een gemeente. Wie kent de zwarte bladzijde niet uit het eerste Bijbelboek Genesis? Wij noemen dat de zondeval. Zo hebben jullie dat geleerd op catechisatie. Jongens en meisjes, de zwarte bladzijde uit de Bijbel. Maar ik denk dat er veel meer staat in dat eerste Bijbelboek dan wij soms beseffen. Want u weet dat God tegen de duivel gezegd heeft, hoort u het? Niet tegen Adam en Eva. Maar tegen de duivel gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen het vrouwenzaad en tussen uw zaad. En duivel, dat zou je kop kosten. Het zou je kop vermorzelen. En jij zal de hielen van de verlosser verbrijzelen. Het zou dus wel een prijs kosten. Maar duivel, ik zal een strijd aangaan in de geschiedenis met jou. Dat zei God tegen de duivel. Wij noemen dat wel eens de moederbelofte. Dat is de eerste belofte in de Bijbel. Toen gebeurde er iets opmerkelijks, Huib.
Want toen veranderde Adam de naam van zijn vrouw. Ja, Adam was natuurlijk moedeloos. Nee. Hij zegt, vrouw, jij bent die vrouw waar die zaligmaker uit voortkomt. Ik noem jou voortaan Heva, moeder aller levenden. Dat is wat, een zwarte bladzijde. Het hele menselijk geslacht door de zonde van Adam en Eva meegenomen in het verderf. En God geeft de moederbelofte en Adam hoort dat. En hij zegt, vrouw, jij bent niet de moeder die de doden zal voortbrengen, maar jij bent de moeder die de levenden zal voortbrengen. Er zijn wel eens mensen die zeggen, je kunt vandaag geen kinderen meer krijgen. Want we leven in zo'n donkere tijd, dominee. Nou, als het ooit donker geweest is, was het in Genesis 3. Maar het geloof, daar gaat het vanmorgen over. Het geloof verwachtte het van Gods belofte. Adam zei, vrouw, jij bent de moeder aller levenden. En ze raakte in verwachting. Nadat ze uit de hof uit het paradijs verdreven waren en ze kreeg een zoon, nee, een tweeling. De eerste, die is natuurlijk het belangrijkste. Daarom noemden ze hem Kain. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws, ik heb de man van de Heere gekregen. Wat dacht Eva? Eva dacht, dit is die. Dit is de beloofde verlosser. Dat heeft God immers beloofd aan de duivel. En ze noemden hem Kain. Ik heb een man, je mag het ook in het Hebreeuwse talen met de Heere gekregen of door de Heere gekregen. Maar ik heb de man door de Heere gekregen. Oh, maar wacht, er kwam er nog een. Maar die was natuurlijk niet meer nodig. Die heette Abel. Het betekent in het Hebreeuws eigenlijk een ademtocht. Of misschien nog wat duidelijker, overbodig. Hij is niet meer nodig, want ik heb de man van de Heere gekregen. Dat is wat. Twee godzalige mensen, Adam en Eva. En ze dachten, Kain is de verlosser. En ze werden samen groot. En vader Adam heeft natuurlijk zijn kinderenhuip opgevoed, Willemijn. Hij leerde ze offeren. Wie had hun dat verteld? Wie had hun dat verteld? Dat ze moesten offeren. Dat heeft Adam verteld. Van wie wist Adam dat? Van God zelf. Want wie had het eerste beest eigenlijk geslacht? God zelf. En wie had het eerste beest geofferd? God zelf. En God maakte kleding van de vellen van de dieren om Adam en Eva te bekleden. Dus daar hebben die ouders hun kinderen in opgevoed. Dat doet u ook toch? Nou ja, hoe zouden we dat offer noemen? Hoe zouden we dat noemen? Een soort belijdenis doen of zo? Want op een dag gaan Kain, die staat voorop, die gaat de Heere offeren in gehoorzaamheid. Kain was geen barbaar. Kain was geen crimineel. Kain was ook een zoon van Adam en van Eva. We gaan niet aan inlegkunde doen, maar Adam en Eva zouden het zomaar van Kain verwacht hebben en niet van Abel. Hij was immers de man die ze met en door de Heere verkregen hadden. Kain was een keurige jongen. Die zat gewoon ook in de kerk, samen met zijn broertje Abel. En in gehoorzaamheid aan de Heere gingen ze op een bepaalde leeftijd zelf een offer brengen. Ze bouwden allebei een altaar.
En Kaïn die was landbouwer en die bracht natuurlijk het beste van het veld, bracht hij voor de Heere. Toch? Maar Abel bouwde ook een altaar. Abel was schaapherder. En hij bracht natuurlijk het beste schaap wat hij had. En het vet staat er, het beste van het schaap, offerde hij aan de Heer. Je ziet het zomaar voor je. Aan de buitenkant misschien geen verschil tussen Kaïn en Abel. Allebei twee nette, keurige, oplettende jongens. Ze brachten wel een verschillend offer. Maar of dat nou van de landbouw was, van de aarde was, of het was een lammetje van de kudde, zoals sommige exegeten zeggen, dat er onderscheid tussen was. Nee, ze brachten allebei het beste wat ze hadden bij God. Hoe weet ik dat? Nou, straks wordt Kaïn boos. Waarom? Nou, hij had het beste wat hij had. Had hij bij de Heere gebracht. Dat had Abel ook gedaan. Maar nou staat er in de Bijbel, dat is ook oneerlijk, dat God dat ene offer aanneemt en dat andere afwijst. Dat is ook oneerlijk. Is God wel rechtvaardig? Want als twee mensen nou hetzelfde doen en de een wordt aangenomen en de ander niet. Dat is oneerlijk, toch? Dat spreekt u natuurlijk zo niet uit, maar misschien vindt u het ook wel oneerlijk. Waarom de een wel en de ander niet? Ja. Ja, u weet het antwoord natuurlijk. Verkiezing? Oh ja. Zegt de Bijbel dat? Zegt de Bijbel dat het verkiezing was? Nee, dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt iets anders. Wat zegt de Bijbel dan? Nou, door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kaïn. Oh, dat is het. Wat is dat dan? Heeft Kaïn dan niet door het geloof geofferd? Nee. Kaïn heeft uit plicht, omdat het zo hoort, heeft hij de Heer een offer gebracht. En natuurlijk het beste wat hij had. En Abel stond eigenlijk bij het altaar. Mag ik het een keer zo zeggen? Hij heeft natuurlijk verwacht dat God naar hem luisteren zou. Hij heette immers Kaïn. Hij bracht toch het beste van wat hij had bij God. Nou snap ik waarom dat Kaïn boos wordt. U misschien ook wel. Zo goed je best gedaan. Zoveel ervoor over gehad. Zoveel ervoor aan de kant gezet. En toch niet aangenomen. Zo denken mensen. Ik snap het. Ik begrijp het. Maar ik weet niet of dat u het echt begrijpt. Het gaat niet om voor de doop te staan. Het gaat er niet om belijdenis te doen. Het gaat er niet om aan het avondmaal te gaan. Daar gaat het allemaal niet om. Waar gaat het dan om? Om geloof. Wat is dan geloof in deze context van Abel, Kaïn en Abel? Nou, Abel, die zag niet op zijn offer. Oh nee, het was toch het beste lammetje wat hij bracht? Het was toch voor de Heere bestemd? Ja, maar hij vertrouwde niet op zijn offer. Maar wat had hij dan om te vertrouwen? Wat had hij om te vertrouwen? Nou, zeg het maar. Eén belofte, één. Hij had het gehoord van zijn vader dat God gezegd heeft tegen de duivel: ik zal vijandschap zetten
tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad, en dat zal straks zijn kop vermozzelen. Daar heeft Abel zich aan vastgeklampt. Abel had niets om op te vertrouwen. Hij was ijdel, overbodig, een nietsnut, zonder betekenis. En God nam, nou komt het hoor, moet u horen. God nam het offer van Abel aan. Nee. God nam Abel en zijn offer. Nam God aan, hoe kan dat nou? Abel was toch net zo zondig als Kaïn, of niet? Misschien was Kaïn wel vromer dan Abel. Misschien hield Kaïn zijn spoor nog wel rechter als Abel. En God zag toch Abel aan. Waarom? Niet omdat hij beter was. Niet omdat hij sterker was of groter was of heerlijker was. Nee. God nam Abel aan omdat hij God geloofde. En Abel geloofde God, moet u horen. En hij was een rechtvaardige in de ogen van God. Waarom? Omdat hij op God vertrouwde. En God nam daarom Abel eerst aan en toen zijn offer. En niet andersom. Het spijt me. Het spijt me. Al uw offers, hoe groot, hoe heerlijk, hoe uitnemend, door mensen geprezen. Maar God neemt het niet aan. Want Kaïn was wel de man, dachten ze. Maar hij blijkt het niet te zijn. En die het blijkt niet te zijn, die was het. Door het geloof heeft Abel een meerdere offeranden geofferd. Nog nooit gehoord, hè? Dan Kaïn. En weet je wat er gebeurde? Er gebeurde ook nog iets wonderlijks. Die Abel die kreeg een getuigenis, een bewijs dat hij een rechtvaardige was. Doordat God Abel en zijn offer aannam, ontving hij een teken dat hij waarlijk een rechtvaardige is. Wat voor teken was dat? De Bijbel zwijgt erover. Toch heeft Kaïn het gezien of gevoeld. Hij zag iets in zijn broertje wat hem van binnen irriteerde. Het ergerde hem. Hij zag iets van dat teken dat Abel iets ontving door het geloof wat hij niet had. Toen werd hij jaloers. U weet wat jaloers is, hè? Jaloezie brak bij hem open in zijn hart. En ten diepste werd Kaïn boos op God. Waarom hij en waarom ik niet? En we staan daar vanmorgen niet bij stil in deze doopdienst. Maar er zijn verklaarders die zeggen wel eens dat teken was dat de rook. Dat is de kinderbijbel, het staat niet in de Bijbel hoor. Maar even als Oud Testamentisch voorbeeld, dat de rook van Abels offer ging rechtstreeks naar de hemel. En de rook van Kaïns offer brak af. Sommigen zeggen het zou kunnen, maar ik steek er mijn hand niet voor in het vuur. Ik geloof nog eerder dat Kaïn iets gezien heeft op het gezicht van Abel. Wat hij miste. Misschien heb u dat ook wel eens. Dat je iets bij die ander proeft
dat hij een getuigenis heeft, een bewijs heeft. Want Abel kreeg door het offer een bewijs, een teken, een zegel. Een zegel dat hij een rechtvaardige was. Alleen door het geloof in Christus. Hoe heet het? Niet omdat je in de kerk zit. Niet omdat je Bijbel leest. Niet omdat je bidt. Niet omdat je offert. Niet omdat je veel geld geeft aan anderen. En niet dat je sociaal bent. En niet dat je bewogen bent. En niet dat je een lieve vrouw bent. Of een lieve man. Allemaal mooie eigenschappen. De godsdienst zegent u in. Maar God niet. God ziet naar één ding. Vanmorgen bij de doopouders. Ik spreek ze aan als geliefde in de Heere Christus. Want wij belijden dat wij de doop bedienen aan de kinderen van de gelovige ouders. Misschien krijg je wel morgen ook wel een teken. Willemijn. Eigenlijk is de doop misschien ook een teken, toch? Zo beleiden wij dat toch, dat het een teken en een zegel is. Ja, waarvan? Waarvan? Ja, dat Abel een kind van God is, dat wordt een teken en een zegel opgezet. Wel nee. Waar wordt een teken en een zegel opgezet? Op Gods belofte. Hè? Vanmorgen is aan het voorhoofd van die kleine Abel de beloften van God zijn verzegeld aan zijn voorhoofdje. Maar ja, Abel weet helemaal niet dat hij leeft. Wat heb je daar nou aan, dominee? Daar moet je toch zelf bij wezen. Daarom vinden wij de kinderdoop niet meer zo belangrijk. Want je moet eerst geloven en dan dopen. Oh ja? Ja, dat geloof ik ook. Ik geloof ook in de volwassen doop. Maar niet voor kinderen van gelovige ouders. Ik geloof dat voor een heiden. Die tot het geloof komt en die wordt volwassen gedoopt. Maar waarom worden onze kinderen dan gedoopt? Ja, het is een sacrament, toch? Nou even eerlijk, hè? Want daar zijn we vanmorgen voor bij elkaar. Wat is een sacrament eigenlijk? Voor wie is dat? Voor wie is een sacrament? Voor de gelovigen? Oh, niet voor alle mensen. Nee. We gaan ook niet allemaal aan het avondmaal, toch? Maar we dopen allemaal wel. Dus theoretisch klopt het niet. Maar in de praktijk hebben we onderscheid gemaakt. Hè, tussen doop en tussen avondmaal. Ja, maar dominee, als je je kind niet laat dopen, dan werd God zelfs boos op Mozes. Ja. Nou, daar sta je dan. Je kunt niet als een godsdienstig mens dopen. Dat kan niet. God vraagt geloof. Maar niet dopen, dat kan ook niet. Want dan ben je ongehoorzaam. En dat kan ook niet. Maar wanneer ben je gehoorzaam dan? Door het geloof. Maar wat betekent die doop nou eigenlijk bij Abel? Nou, ik zei al, God heeft zijn belofte aan het voorhoofd van Abel verzegeld. En Huip en Willemijn, die gaan zodra het kind enigszins iets gaat beseffen, gaan zij vertellen aan dit kind wat God gedaan heeft. Heel veel ouders vertellen wat God nog doen moet, maar hebben nog nooit beseft wat God gedaan heeft. Nou, wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft de belofte aan het voorhoofd van dit jochie verzegeld. Een stempel op zijn voorhoofd gezet. En niet zomaar één keer. Ik wil dat u even aan uw voorhoofd voelt. Weet u wat er aan uw voorhoofd kleeft? Al gaat u 100 keer in bad, u zult het niet meer uit kunnen wissen. Wat kun je niet meer uitwissen? Dat de belofte van het evangelie u in het bijzonder gelden. U die het teken en het zegel van de doop hebben.
Maar het ongeloof ziet het niet. Het ongeloof vindt het een traditie. Het ongeloof zegt dat hoort zo, dat is netjes. Dan krijg je niet zoveel vragen van de mensen. Dat doet het ongeloof. Maar het ongeloof begrijpt ten diepste de doop niet. En ook nog eens dat ze de troost er niet van hebben. Dat kan ook niet. Je kan geen troost hebben van de doop zonder geloof. Misschien worden we een beetje kribbelig. Ik begrijp het. Ik snap het. Altijd maar dat woordje geloof. Hè? Je wordt er een soort geïrriteerd van. Ja, Kain ook. Als dat nou het enigste is wat onderscheid maakt tussen Kain en Abel, wordt er geïrriteerd van. Dus maakt niet uit, dominee, of ik het beste van het beste breng. Nee, maakt niet uit. Maar Huip en Willemijn vertrouwen we op hetgeen wat God beloofd heeft. Want als dit kindje nou eens door God wordt weggenomen. Hè? Ik heb ook een kind verloren bij de geboorte. En toen kende ik het geheim van het evangelie niet. En ik loop met dat kistje naar het graf toe. Ik weet samen met mijn vrouw in een rolstoel. Net na de bevalling. Ik dacht, dat gat in de aarde kan mijn zonde niet bevatten. Verder kwam ik niet. En er waren mensen om ons heen. Die hadden hoop voor het kind. Maar ik dacht, nou ja. Daar had ik ook geen troost van. Natuurlijk niet. Want als er geen geloof is, dan is er ook geen troost. Maar als we nou gelovige ouders zijn. En God verhoede dat, maar God zou Abel eens wegnemen. Dan geloven wij op grond van Gods verbond. Dat doet het geloof. Dat Abel behouden is. Hè? Hij kon helemaal niet geloven. Hij was helemaal niet bewust wedergeboren. Hij kende de Heer Jezus bewust niet, nee. Maar wij geloven op grond van 1 Korinthe 7 dat Abel geheiligd is, begrepen is in de gelovige ouders. Voelt u het hoe heftig het is om onbekeerd te zijn? Of anders gezegd, ongelovig? Ja, maar zegt u, dominee, dat moet je gegeven worden. En daar wacht u natuurlijk op. Natuurlijk. U gaat elke keer naar de kerk toe en u hoopt dat het u gegeven wordt. En ja, als het niet gegeven wordt, dat is heel erg. Maar er komt dat je niet uitverkoren was. Ik ben ervan overtuigd, lieve gemeente, lieve doopouders, dat er heel veel mensen zo redeneren. En ze gaan straks met hun kinderen voor eeuwig verloren. Want morgen is het een sacrament. Dat is tot troost van Gods kinderen. Gods kinderen hebben vanmorgen door het geloof iets gezien. Iets wat ze gehoord hebben door de belofte van het woord. Maar vanmorgen zegt God, ik zou je ook een teken geven. Een teken, mijn kind. Net zoals bij Abel. Zo zekerlijk dat het water de zonde niet afwast. Maar het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonde. O kind des Heren. Zo zeker zijn je zonden in Christus vergeven. Dat is de troost van het sacrament. Maar zonder geloof, met een handje godsdienst, zwaar of licht, blijf je een baksteen. Blijf je dood. En dan praat je er wel over. Maar je hoort je eigen praten. Maar vanmorgen voor de gelovigen
Kleine Abel is gedoopt. Huip en Willemijn. Omdat jullie een teken zouden ontvangen. Dat dit kindje in Christus geheiligd is. En de gelovige ouders gaan naar huis. Met de jubel in hun hart. Maar ze krijgen te maken met Kaïn die hun op de hielen zit. En Kaïn kan je vanaf die dag niet meer lief hebben. Maar Kaïn wil maar één ding, dat Abel dood is. Is vandaag nog steeds zo, lieve gemeente. Het is dood of leven. Dat grijze gebied waar we ons zo veilig in voelen, is niet veilig. Het zou toch wat wezen. Dat moet ik ook zeggen. Als je straks sterft, samen met je kinderen, en je hebt je kinderen er niet in voorgeleerd. Je hebt het niet uitgelegd aan je kinderen. Of je hebt het op een onbijbelse manier verteld. Zoals ik pas hoorde dat een dominee zei, ja, ik weet niet wie er uitverkoren is, dus daarom doop ik ze allemaal maar. Wie weet dat er nog één tussen zit die uitverkoren is. Vreselijk. U bent al uitverkoren. Die wereldling die nog nooit van u die van de week tegen mij zei, wie is dat, God? Maar u bent erin groot geworden. Voel eens aan uw voorhoofd. U bent gedoopt. De beloften van het evangelie zijn aan u persoonlijk toevertrouwd. En God spreekt u aan op grond van die belofte en zegt, ben ik dan geen vader en waar is mijn Heer? Zo kijkt God tegen u aan. Waar heb ik het aan verdiend, zegt hij in Maleachi, dat jullie met mij zo omgaan? Ik ben toch immers jullie vader, krachtens het verbond. En waarom brengen jullie dan het verminkte en het kreupelen? Waarom brengen jullie dat bij mij? Als je naar een koning gaat, dan breng je het beste. Gedoopt. En nooit goed begrepen wat de doop nou eigenlijk inhoudt. Misschien wel bang, bang van die verbondsdenkers. He? Dominee, die geloven het allemaal, maar ze zijn allemaal verbondskinderen. Nou, dat zijn ze ook. Maar als Abel nou straks groot wordt, hè, misschien wel 6 jaar, 5 jaar. En zegt hij, papa, dan heb ik dus een nieuw hartje, papa. Ja, zegt papa, God heeft het je toegezegd en beloofd en verzegeld aan je voorhoofd. En dat kind wordt 7 en dat zegt tegen zijn vriendjes, ik heb een nieuw hartje. En toen stal er een van ons, toen hij dat zei, een blikje cola van zijn vriendje. En toen zei heel de klas, heb jij een nieuw hartje? Als je echt een nieuw hartje had, had je dat blikje cola niet gestolen. Ik zie hem nog thuiskomen. Uit een Mongolenbusje. Zo noemde de buurt dat busje waar mijn kind mee naar school ging. En zei, papa, is het waar? Ik ben fout geweest, ik heb een blikje cola gestolen. Maar ben ik nou geen kindje meer van de Heere? Nou, wat zou u gezegd hebben? U zou zeggen, ja, klopt niet, joh. Het klopt niet. Nee, bij Abel klopt het ook niet. Maar toen dat Josel de jochie nog ouder werd, ging hij nog harder twijfelen. En op les zegt hij, papa, ik geloof dat ik me vergist heb. Waarom heb je je dan vergist? Nou, ik voel me eigen helemaal geen kind van God. Ik voel me eigen zondaar. Toen zei ik, je bent gedoopt. Voel eens aan je voorhoofd. Om als een zondaar te vertrouwen op wat God beloofd heeft. Wat heeft hij beloofd? Dat hij je zal leren toe-eigenen wat hij in de doop heeft beloofd.
dat je door de Heilige Geest het zal leren toe-eigenen. Wat toe-eigenen? Wanneer je tot je verstand gekomen bent. Dat je doop mag leren verstaan. En dat je het als een teken en een zegel uit de hand van God ontvangt. Mijn zonden zijn vergeven. En dat je in je geweten mag weten, door het geloof, niet alleen anderen, maar ook mij. De catechisanten zeiden van de week: hoe kan dat nou, dominee? Als een kindje sterft, dan zegt u, als het uit gelovige ouders is. Ja, als gelovige ouders hebben troost dat hun kind bij de Here mag zijn, krachtens het verbond. Maar als is een lelijk woord. Als dat kind nou eens oud geworden was, kan dat kind er dan toch weer uitvallen? Nou, ik heb geprobeerd uit te leggen, zolang als dat kind nog niet tot het verstand gekomen is, ziet God het aan, 1 Korinthe 7, in de gelovige ouder. Het zij de man of de vrouw of allebei. Dan ziet God dat kind aan, maar als het tot het verstand gekomen is. Hé, dan gaan we belijdenis doen. Nee, niet om bij de kerk te horen. Niet een belijdenis van de waarheid, maar gaan we belijden wat God in de doop beloofd heeft. Gaan we persoonlijk met ons hart, door het geloof, door de Heilige Geest, belijdenis afleggen van het geloof. We gaan naar huis. Volgens mij hebben u genoeg om over na te denken, of niet? Misschien denkt u wel, ik heb het helemaal fout gedaan. Ik denk het ook. Ik denk dat u het echt fout gedaan hebt. Dominee, ik heb het nooit goed begrepen. Ik denk het ook. Ik denk dat we het nooit goed hebben begrepen. Maar misschien vanmorgen, dat we ineens het gaan zien, ineens, dat er buiten Jezus geen leven is. En als je nou wanhoopt straks, hè, wanhoopt, en dan zegt, ik kan mijn kind helemaal niet laten dopen zo, dominee. Ik heb eerst geloof nodig. Dan zeg ik, nou, wacht dan maar even met dopen. Of niet? Nee. Kies dan heden wie je dienen zult. En zo God de God is van het verbond, dient hem. Niet met goede werken, maar door eenvoudig op hem te vertrouwen.